yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo boys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan we natuurlijk de derde map spelen van de DLC 2 die dinsdag is uitgekomen. We spelen op de map Verge. Hardpoint spelen we deze keer. En Verge is de remake volgens mij uit mijn hoofd van de World at War map Banzai. Ik heb die map nooit gespeeld, zeg ik eerlijk. Ik heb ook World at War nooit echt online gespeeld. Ik ben pas echt begonnen. Echt daar begonnen op Black Ops 1. En deze map ken ik nog niet heel erg goed. Het schijnt dus een remake te zijn van de map Banzai. Voor de mensen die die map wel kennen, ik zal anders eventjes een afbeelding laten zien in beeld. Hoe Banzai eruit ziet van World at War. Ik zelf weet niet heel erg hoe die eruit ziet. Maar ik heb deze gisteren nog een keer gespeeld. Het was toen in de livestream van Jan. En ik moet je zeggen, het is echt met elke map van deze DLC moet ik echt wel even wennen. Aan de routes die je kunt nemen. Want je kunt heel veel routes nemen in deze map ook. Je komt ze in tunnels tegen. Zoals ik nu loop naar het tunnelsysteem toe. Je hebt allemaal verschillende soorten plekjes. Dus dat vind ik ook heel gaaf. Ook voor detail. Oh, kijk nou. De hardpoint is hier ook nog. Dat is ook nog een grappige. Want je zit hier in een gang. Je kunt daar onder water komen. Alleen daar onder water komen. En voor ons en achter ons natuurlijk. En dan ook nog achter ons hier in de gang. Dus dat vind ik wel echt super geniaal. Vind ik een leuk iets van deze hardpoint dan. Dat is wel weer echt een leuk... Holy shit. GG, maat. Oh, die was fucking nice, jongen. Maar in ieder geval, dat vind ik dus een heel leuk iets aan hardpoint dan hieraan. Dat deze hardpoint hier ook nog komt. Dan zullen we ook nog veel meer hardpoint rotaties zoeken. Ik heb deze map ook al op Domination gespeeld. Speelt best wel lekker, moet eerlijk toegeven. Maar het spawntrap gedeeld in het begin. Ik zag Maxime, zag ik toen helemaal gaan, jongen. Nou, echt geloof me. Die had gewoon 4 kills in het begin. Dus dat is iets misschien wat ze eventjes moeten bekijken. Maar zoals ik al net al zei. Zoals ik al zei in de vorige video's. Alles moet nog een beetje gefine-tuned worden. Dus de spawns moeten nog een beetje gefine-tuned worden. Alles moet geüpdate worden. Het is niet zo dat ze de fouten uit kunnen halen. Want de mappen die spacen hem af en toe nog wel. Die laggen hem. Hebben we gisteren ook gemerkt. We werden echt helemaal gek. Dus ik hoop dat ze daar nog iets aan kunnen doen. Ik denk het niet, maar ik hoop het wel natuurlijk. En natuurlijk die spawns fine-tune. Maar dat heb ik ook al bij alle andere video's gezegd. Alle andere mappen. Dus dat komt sowieso wel goed. Allemaal. Oog voor detail vind ik ook leuk. Ik zeg het ook. Ik heb Banzai nooit gekend. Dus ik weet ook niet hoe deze map in elkaar zat. Dus we zullen het gauw genoeg achterkomen. Maar ik vind het best wel een grappige, mooie map. Zoals ik al zei, ook de routes die je kunt nemen vind ik wel echt speciaal. Je kunt niet in één keer één grote weg af of zo, weet je wel. Je moet wel echt gangetjes nemen. Of bijvoorbeeld die weg daar beneden. Is ook nog leuk om te doen. En het varieert een beetje in je gamestijl. Want misschien moet je gamestijl wel aanpassen. Om uiteindelijk, dus zoals ik nu ook, op die hardpoint moet proberen te komen. En ik probeer de hele tijd de obvious weg te kiezen, zeg maar. Maar dat moet je juist niet doen. Want kijk, nu kun je ze surprisen onder water. Kijk, de map legt hem. Dat heeft elke map trouwens van de DLC, hoor. Dat heeft niks te maken met connectie of zo. Dat heeft elke map gewoon. Van deze DLC. Van alle DLC's trouwens. Die aan, denk ik, gaan komen. Denk ik, hoor. Denk ik. Ik ga nog niet zeggen. Ik ben heel voorzichtig. Maar ik wil wel eventjes winnen. Tot nu toe vind ik deze map best wel leuk om te spelen, hoor. Dat zeg ik eerlijk. Oh, mijn god. Maar ik moet wel niet scheef zijn. Waar zit hij? Daar. Oh mijn god, hij zit daar met zijn brace, jongen. Oké, slimme zet. Ik zet even mijn Yuri 4 in. Kunnen we weten waar ze zitten. Jongen, dan moeten we winnen, jongen. Ja, allemaal dus. De map Verge. Ik vind het best wel een mooie, leuke map. Je moet er wel... Oh god, ja, oké. Hij zit ook achter me. Teammates doen ook geen ene raid meer. Yo, dat je met het nieuwe DLC's geen nieuwe teammates kunt krijgen. Maar dat zou wel heel erg grappig zijn. Jezus, ik ben echt scheef, jongen. Echt waar. Ik heb hiervoor nog één potje gespeeld. Om even in... Wauw. Om even in te komen. Je zag daarnet ook, hè. De span, hè. Waar ik span. En die gozer waar hij stond. Dus daar klopt geen ene reet van. Maar ja, dat maakt niet uit. Allemaal vind ik deze map best wel leuk om te spelen, hoor. Dat zeg ik echt eerlijk. Gewoon ook dat je hier gewoon onder kan en al die... Wacht. Zit nou hier beneden, joh? Oh, dat is ook leuk. Waar zit die, joh? Daar. Oh, ik heb hem meteen twee. GG. Oh, dit is wel geniaal, jongen. Dat deze hardpoint echt in het water zit.
Rot op! Ga weg! Wacht even, ik ben even aan het concentreren, want ik wil niet dood door deze man. Jezus, ik ben echt scheef, jongen gek. Hey, kun jij niet prefiren met je... Jezus, er gebeurt echt van alles hier, oh maat. Teringjantje, ik ben even weg hier, sorry hoor. Dat trek ik niet. Kijk, nou moet ik dus uitkijken, want ik zie dat mijn teammates daar wel spannen, maar... Ze kunnen daar altijd nog spannen. Nee, die spannen daar weer net niet, want hij pushte me gewoon door. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Go away. Oh, nog één. Nog een paar. Jezus, Mina zegt, spannen allemaal. En dat is dus volgens mij de punt ook waar Maxime die kills pakt. Want daar lopen ze gewoon standaard elke keer naartoe. Nu spannen ze daar. Dus ik heb ze niet vanaf het begin kunnen pakken, maar... Geen naar daar? Nee, hè? Nee. Hoe de fuck weet jij dat? Oh mijn god. Oké, het zal wel. Het zal wel. Er gebeurt van alles in deze map. Ik vind het helemaal mooi. Zolang er lekker veel gebeurt, vind ik het helemaal mooi, weet je. Ik bedoel, je moet niet een map hebben, zeg maar, waar je niet constant actie hebt. Dat vind ik zo saai. Deze map biedt wel echt constant actie, dat merk ik hoor. Kan zijn dat het later, als bijvoorbeeld Black Ops 3 weer geüpdate wordt en zo, dat weer de snelheid eruit wordt gehaald of zoiets. Waar ben jij, maat? Ik wil jou killen. Hoi. Hij gaat zelfs campen in het water, dat is echt ongelooflijk. Wat voor leuke spelers je online hebt zitten. Best wel je mag best wel schieten hoor. Er zijn wel heel veel, ik moet wel zeggen... Oh nee, laat maar. Nee, vergeet wat ik net zei, wacht, let op. Hoi. Fuck. Hoi. Ik heb geen meer. Nee, jammer dat hij niet weak was door mijn teammate, man. Oh, anders had ik hem gehad, jongen. Hier, count UAV, UAV erin. Ik kan geen heat halen, kan ik wel echt even slecht tegen. Is niet zo moeilijk, Stino. Oh, ah, jammer jongen, jammer. Hij gebruikt ook HVK. Ik gebruik steeds meer HVK, omdat ik de HVK gewoon steeds chiller vind spelen. Het eerst was de XR2. Of tenminste, allereerst was VP. Toen kwam de CUDA. CUDA heb ik echt kapot gespeeld. Daar heb ik gewoon echt dik 15.000 kills mee gemaakt. En toen de XR2. En nu is de HVK. Het is echt ongelooflijk. Oh, niet op mij schieten alsjeblieft, teammate. We moeten naar de enemy toe. Let op, dit moet je echt... Die jongen, als een motherfucker. Enige waar ze heen kunnen namelijk is daar of daar. Dus wat je het beste kan doen is volgens mij daar gewoon pre-aimen en dan gewoon rustig kijken waar die zit. Ja, of je nakt me met je brace door mijn kop heen. Zo, de neten. Dat ding is ook sterk. We staan 18, kom op. Kom op, hoeveel staan we? 32-16, kan beter. Ik ga er ook wel wat meer maken. Let's go. Hop. Let's go. Oké, we hebben de hardpoint weer, jongens. Hou hem vast. Kom achter ons. Achter ons. Oh nee, weer achter ons. Jou hoorde ik niet, maar... Dat is zo'n obvious spawn, jongen. Dat is echt obvious spawn van die hardpoint. Dus daar moet je ook even op letten. Dat je wel goed oplet hoe die spawns hier in elkaar zitten, jongen. Want echt waar, die spawns zijn nog steeds fucked up. Lekker. Lekker pre-firen erin. Of lekker vuren, gewoon lekker sprayen. Ik weet niet waar ze zitten, in godsnaam. Yo, ja, oké, ik snap ook niet waarom dat challenge, jongen. Kom op, team, we moeten op die hardpoints, jongen. Ik wil niet verliezen. Niet verliezen. Je zag mij. Of niet? Ah, domme Brazy, jongen. Echt waar. Ik kan zo slecht tegen die shotgun. Het is een hele chille shotgun om te gebruiken, hoor. Daar niet van, maar... Als je tegen je krijgt... Ga lekker camp op die hardpoint, joh. Hier, zij span ook volgens mij heel erg dicht bij die hardpoint. Ik heb die hele hardpoint gekleerd, maat. Let op, komt hij met zijn Brazy. Ik zweer het. Hij komt sowieso met zijn brace hier. Oh, sorry teammate. Waar komen ze vandaan, joh gek? Oh. Even rustig. Volgens mij zijn ze al naar de volgende hardpoint, eerlijk. Oh, daar zie ik er één. Ik denk dat de volgende hardpoint hier links van ons zit. Volgens mij zit hij hier links van ons. Hier in het midden, ja. Ah, die brace blijft volgens mij al op. Is dat de volgende? Oh nee, de volgende hardpoint is in het water. Oké. Relaxed, gaan we er even op zitten. Je moet echt goed opletten daar onder water, maat. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het heel erg leuk dat die hardpoint onder water zit, hoor. Ah, oh, jongens, help me! Ga nou niet de andere kant op. Ga op die hardpoint. Kom op. Op de hardpoint. Ga terug en op de hardpoint. Terug en op de hardpoint, alsjeblieft. Hij zit daar.
terug en op die hardpoint. Hij zit boven me, ja. Teammates helpen me ook niet op die hardpoint, jongen. Ik ben de enige die op die hardpoint gaat. Het is echt scheid irritant. Maakt niet uit, kom op. Kom op. Achter me. Oh, ik zag hem net te laat op de UAV, jongen. Net te laat. Ik vind het echt... Dit is een hele leuke map, hoor. Als je lekker ingespeeld bent en je houdt van fast-paced mappen, dan is dit je map, jongen. Oh, mijn god. En Spire. Spire is ook echt zo'n fast-paced map. Volgens mij hebben ze allemaal fast-paced maps gemaakt in deze DLC 2, jongen. Brazy, Brazy, let op. Hij kijkt niet op zijn UAV. Hij kijkt niet op zijn radar. Dat vind ik een beetje dom. Een beetje dom van je, jongen. Je hoort schieten en dan... Schoten. Oh! Ja, je kunt ook gaan snipen, hè. Dat maakt me ook niet uit, man. Je moet echt overal kijken. Ze kunnen rechts komen. Ze kunnen links komen, dus! Echt waar. Ik kijk daarnet, jongen. Ik keek daarnet. Kom op, jongens. Pak die hardpoint. We zijn echt aan elkaar gewaagd, jongen. Ik zweer het. Ah, ik kom er net niet uit vanuit het water. Echt waar? Oh, mijn god. Kom op. Hoe staan we? 48, 26. Echt een poepscore. Maar het gaat me even om de winst. Ja, doei. Kom op, gaat die hardpoint. Campertje? Gadverdamme. Oh, wauw. Die VMP, jongen. Echt, die VMP, joh. Die sterk. Kom op. Anders gaan we die tijdslimiet halen. We moeten de punten. We moeten voorstaan. Water! Nee! Waarom nou? Nee. Op die hardpoint. Kom op. Waar zijn jullie mee bezig? Gaat die fucking hardpoint? Oh, we hebben nog verloren. We hebben verloren ook. Nee, we hebben keihard verloren. We hebben keihard verloren. Kom op, teammates. Ga erop! We hebben keihard verloren, maat. Keihard. Oh nee, toch niet. Wacht. Nee, zouden hem contesten. Kom op, jongens. Kom op. We kunnen dit nog winnen, man. Ga op die hardpoint. Ga op die hardpoint. Alsjeblieft, teammates. Wat zijn jullie mee bezig, jongen? Ik zeik echt niet graag. Echt niet. Maar dit is echt ongelooflijk. Niemand gaat op die hardpoint. Oké, wacht. Wel. Teammates zitten nu op de hardpoint. Ga op die hardpoint. Het enige wat hun hoeft te doen is te contesten, daarom. Nee, ja, ze hebben gewonnen. Ze hebben fucking gewonnen ook. Oh my god, ze hebben nog gewonnen ook. Oh my god, hoeveel sta ik? 58-32, man. Maakt niet uit. Oh, ik kan er zo slecht tegen. Niemand ging op die hardpoint, jongen. Ja, oké, twee mensen. Maar voor de rest zaten ze alleen maar in die spawn trap, jongen. Maar ja, maakt niet uit. Het gaat om de map in deze video. Ik vind deze map, jongens, algemeen. Vind ik deze map echt super leuk om te spelen. Zoals je ook wel merkt, schijnbaar, denk ik. Spawns, zoals ik bij elke map zei, die moeten eventjes gefine-tuned natuurlijk worden. Graphic design. Dus het grafische design vind ik heel gaaf. Vind ik heel leuk. De speciale routes die je kunt nemen. Nou, speciaal zei ze niet. Maar de routes die je kunt nemen om bijvoorbeeld die hardpoint te breken. Of bijvoorbeeld bij een vlag te komen bij Domination. Vind ik heel erg gaaf dat ze dat gemaakt hebben. Ik vind het leuk dat ze die hardpoint in het water hebben gedaan. Dat is weer een extra iets, zeg maar, waar je op moet letten. Dan moet je in het water blijven. Dus je kunt niet heel erg snel bewegen en allemaal dat soort dingen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En voor de rest, ja, gaaf. Vind ik hem echt tof. Dus ik zou deze map, denk ik, zo rond... Ik denk wel 8,5 zelfs 9 geven. Omdat het gewoon lekker fast-paced is. En de routes en alles wat je kan gebruiken vind ik gewoon echt super tof. Dus deze map krijgt voor mij wel een 8,5 van 9. Dus ik raad zeker aan om deze map een keer gewoon lekker te spelen als je de DLC hebt. En gewoon lekker hard te gaan erop. Want het is echt een hele leuke map. Maar jongens, ik ga hem hierbij afsluiten. Mocht je het leuk hebben gevonden, natuurlijk even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check dan natuurlijk even mijn kanaal uit hier beneden. En druk op dat mooie abonneerknopje als je mijn kanaal natuurlijk tof vindt. En laat even in de reacties achter wat jij vindt van de map Verge. Oftewel de remake van de map Banzai van World at War. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later, jongens.